Goeiedag, welkom in deel 5 van de e-learning. Ik ben Maarten Thijssen, sportkinesietherapeut en medebedenker en ontwikkelaar van de IPDUP Beweegbank. In deel 5 gaan we het vooral hebben over het voorkomen van letsels, een van de fundamenten waarom we de beweegbank ontwikkeld hebben en waarom we ook het concept hebben uitgewerkt. De IP, de IP, van IPDUP staat voor Injury Prevention, Improvement of Performance en Individualized Programs. Toch wel drie belangrijke aspecten in de ondersteuning of als fundament van ons verhaal waarom we onze beweegbank en ons concept hebben uitgebouwd. Met name letselpreventief werk, hoe meer en consistent dat er getraind wordt, progressief opgebouwd, geïndividualiseerd wordt aangepakt, creëert eigenlijk een verbetering van uw eigen prestatievermogen, welk niveau het prestatievermogen ook mag zijn. Alleszins, iedereen weet hier dat hoe meer consistent men traint, hoe betere resultaten dat men zal krijgen op het gebied van gezondheid, of misschien zelfs op prestaties als je echt een atleet wil zijn of worden. Zoals gezegd, zullen wij ons toespitsen op tijdens deel 5 op de injury prevention. In verband met pijnmechanismen in het dagelijks leven, er zijn 85% of zelfs meer van de mensen die ooit ruglast hebben gehad in hun leven. Dus dat wil zeggen, er is een enorm groot aandeel van mensen dat last heeft ter hoogte van de rug. De veel meest voorkomende last die we zien, zowel tijdens sport, maar ook in het dagelijks leven, is dus met andere woorden de ruglast, de knielast en de schouderlast. Veel voorkomende aspecten die eigenlijk perfect via preventie kunnen opgevangen worden. Er is op dit moment een groot belief systeem. Mensen geloven dat als men last heeft, dat men zoveel mogelijk beweging moet vermijden, omdat men bang is om te bewegen. Uiteraard is het aan ons om dat belief systeem op basis van evidence-based technieken of wetenschappelijke ondersteuning eigenlijk onderuit te halen en met name via juiste en duidelijke evidence-based info mensen terug aan het bewegen te krijgen. Men hoeft niet bang te zijn van sport, men hoeft niet bang te zijn om te bewegen. De catastrophizing, zoals zij dat noemen, het catastroferen door pijn, zorgt ervoor dat soms mensen helemaal niet meer zullen bewegen. Het is onze bedoeling uiteraard om dat om te keren. En al dus ook de pijn zoveel mogelijk kan laten verdwijnen of beter nog kan voorkomen. Trouwens, er is niks mis met pijn. Pijn is enkel een signaal en naar dat signaal kan geluisterd worden. Als men nooit pijn heeft, weet men natuurlijk ook dat men nooit de limieten zal aanvoelen wat dat er kan. Denk aan jezelf als je zou gaan lopen of fietsen en je hebt al eens een keer in een lichte overbelasting door iets meer te doen, bijvoorbeeld tijdens een week, last gekregen, dan weet je, oké, ik ben daarover gegaan. Er is niks mis met pijn. Pijn is just info, is juist een signaal, is enkel een signaal wat we nu weer iets kunnen doen. In kinesiotherapie spreken we van pathomechanica. Pathomechanica wil eigenlijk zeggen dat de klachten of letsels die voorkomen, bijvoorbeeld de hoogte van de rug, de schouder en de knie, dat die eigenlijk vaak ontstaan door het te weinig bewegen, het te weinig goed bewegen, het niet juist aanpakken van beweging of training. Dus met andere woorden, de klacht die het gevolg is door een fout mechanisme, een fout of te weinig load, te weinig belasting. Met name, pathomechanica steunt op het feit dat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel. Dus wat doen wij bijvoorbeeld in sportkinesietherapie? In sportkinesietherapie gaan wij op zoek naar de zwakste schakel tijdens het ontstaan van klachten. En we gaan die in beeld brengen door een screening. We screenen onze klanten, we screenen onze atleet, onze sporter, om te bekijken welk risicoprofiel dat onze atleet heeft om al dan niet letsels te bekomen. Met andere woorden, op basis van literatuur en wetenschap weten we exact voor welke sporten welke letsels het meest voorkomen, enerzijds, en anderzijds welke mechanismen aan de pathologie ten gronde liggen. En daar gaan wij op zoek naar, om een profilering, een profiel op te maken van de atleet, de sporter, als het ware, door het zoeken van de zwakste
schakelen. Zo weten we dat repeated postures en movements kunnen leiden tot pijn en functionele beperkingen. Ik geef u een voorbeeld. Als men gedurende de dag, 5 dagen aan een stuk, meer dan 7 uur per dag op een stoel zit, ja, dan is dat een repetitieve postuur of een repetitieve houding, dus een constante houding, die wordt aangenomen, waardoor men pijn kan ontwikkelen. Ja, ik geef u een voorbeeld. Je neemt je vinger en stel je voor dat je gedurende een half uur op deze manier extra load zet op je vinger, dan ga je last beginnen krijgen uiteraard. Ja, met andere woorden, variatie in beweging is belangrijk. Variatie in belastingen is belangrijk. En om het zitten te doorbreken bijvoorbeeld, dus de constante zelfde houding te doorbreken, is beweging belangrijk. En dat is eigenlijk de grond van het ontstaan van pijn en functionele limieten, het doorbreken van repeated postures and movements of foute mechanismen doorbreken om de pathologie te vermijden. En daar kijken we vooral naar quality of movement. Ja, dus met andere woorden, als we dan met beweging gaan werken, is het belangrijk dat we de kwaliteit van beweging kunnen aanbieden. Met andere woorden, het is zeker heel goed om veel of progressief op te bouwen met het lopen, maar hoe dat men loopt is natuurlijk ook belangrijk. En dat zijn elementen die wij in de sportkinesietherapie vooral dieper uitspreken. De kwaliteit van beweging in sportkinesietherapie evalueren we dat. Hoe beweegt iemand? Om van daaruit te gaan naar het fragmenteren van een eventuele zwakke schakel. Dus stel als er een zwakke schakel aanwezig is. Ik geef een voorbeeld, de knie bijvoorbeeld die naar binnen zakt tijdens het stappen. Dan fragmenteren we dat en gaan we daarop heel specifiek regionaal op werken om dat fragment, die knie, verder op te trainen en optimaal te loaden, om daarna terug te integreren in de totale beweging, om uiteindelijk tot een kwaliteitsvolle beweging te gaan. Ik geef jullie een voorbeeld. Deze atleet, die had een probleem met de rug. Bleek dat zijn swing minder goed kwaliteitsvol was, dus in zijn opwarming proberen wij via zijn heupen te versterken, zoals je ziet het bandje op de rechterfoto's. Op de foto's rechts van jou, dat er een bandje rond de knie is, om een juiste spanning rond de knieën op te bouwen, om dan uiteindelijk de rug zeer gefragmenteerd van links naar rechts via de elastieken te laten gaan. Dus met andere woorden, vanuit zijn volledige beweging onderzoeken we waar kan de fout liggen die leidt tot de klacht, om uiteindelijk dat verder op te trainen op een gefragmenteerde manier en uiteindelijk terug uiteraard te integreren in de belangrijke prestatiebepalende beweging. Zo is met name onze beweegbank ook opgebouwd. Bijvoorbeeld de fundamentele bewegingen die we geïntegreerd hebben in ons verhaal, in ons concept, dat zijn functionele fundamentele bewegingen die men perfect kan terugvinden in het dagelijks leven. Om even terug te komen naar het lange zitten bijvoorbeeld, gaan we bijvoorbeeld de squat aanleren om op een juiste manier het juiste tegengewicht te bieden, zeg maar het optimaal compenseren van de klacht, waardoor men dus eigenlijk, of het optimaal compenseren van de beweging, om uiteindelijk het zitten te doorbreken. Anderzijds weten we bijvoorbeeld door lang zitten bijvoorbeeld ook dat de schouders de neiging hebben om naar voren te komen. Om een betere postuur of een betere houding aan te kweken, is het uiteraard belangrijk om niet enkel de houding aan te passen, maar ook de schouderregio te vergroten. In het onderste voorbeeld zien jullie een zeer gemakkelijke manier van, of een level 1 oefening voor het versterken van de buikspier bijvoorbeeld, om op die manier de core, buik- en rugspier te verbeteren, om de rug en de buik sterker te maken en alzo u fitter te laten worden. Als we dan kijken, dit is de wetenschap, dit is de kennis, dit is de onderbouwde literatuur die wij naar voren brengen. Dat zijn elementen die wij in sportkinesietherapie bij Olympische atleten gebruiken, die fundamentele bewegingen. Maar we kunnen dat niet alleen, want het is uiteindelijk de atleet zelf
die samen in ons team, wij als begeleiders, de atleet als owner van zijn eigen lichaam en owner van hun eigen programma, uiteindelijk naar veerkrachtige atleten zullen ontwikkelen. Om even terug te komen op het belief-systeem waar ik het zo net over had, waarbij er vaak gedacht wordt dat door pijn het beter is om minder te bewegen, om de pijn op die manier te vermijden, weet men ondertussen natuurlijk dat het belangrijk is om te bewegen. Dus we moeten de personen in kwestie ook durven om laten gaan met pijn en aldus een veerkrachtige manier aanleren om te gaan met pijn. Er is niks fout met pijn, tenzij dat die pijn cumulatief is. Als de pijn af en toe eens naar boven treedt, is het een signaal, zoals gezegd, om eventueel uw oefeningen aan te passen. Dus met andere woorden, we empoweren de klant, de patiënt of de atleet om uiteindelijk het heft in eigen handen te nemen, niet zich te afhankelijk op te stellen, maar vooral eigen owner te zijn, het ownership te geven om zijn eigen of haar eigen programma in de hand te nemen en eventueel bij te sturen. Zoals gezegd is het programma vooral gestaafd op enkele fundamentele pijlers die wij even goed gebruiken in sportkinesietherapie, zowel voor de recreant als voor de elite-atleet. Dat zijn de fundamentele beweegvaardigheden die altijd terug zullen komen in een zeg maar uitgebalanceerd trainingsschema. En die fundamentele beweegvaardigheden die starten met een push-beweging, een pull-beweging, core-gericht werk, squat, tweebenig bewegen, eenbenige balansgerichte oefeningen en cardiogericht werk. Dus met andere, een push-beweging, denk aan het pompen. Een pull-beweging, denk aan het roeien. Een core, buik, rugspieren, squat. Het benen buigen, de kniebuigingen, het buigen door de knieën, dus tweebenig, en het balanceren of het zoeken van evenwicht. Dat zijn eigenlijk de verschillende fundamentele vaardigheden die altijd terug in een schema zullen voorkomen en die op die manier ook je uitgebalanceerd doen trainen. Met andere woorden, denk aan bijvoorbeeld een bodybuilder die vooral een grote borstkas wil creëren en die niks anders doet dan benchpressen, pompen enzovoort, die aan de neiging hebben om de schouders naar voren te trekken. Uiteraard, een uitgebalanceerd schema zorgt ervoor dat je via pull die pushbeweging kan counteren en compenseren. Dus dat is eigenlijk de manier waarop we het schema volledig aanpassen. Wat belangrijk is voor gezondheid, dat is dus niet enkel uiteraard fietsen, zwemmen, lopen of cardiovasculaire inspanning, maar uiteraard zeer belangrijk om dus per week toch wel 2 dagen per week te besteden aan krachttraining. En krachttraining kan dus via de beweegbank volgens die 5 fundamentele bewegingen: push, pull, core, tweebenige squat en eenbenige balance of evenwichtsoefening. Hier zie je de voorbeelden waarvoor we de bank hebben gebruikt. Dus bijvoorbeeld het pompen, pull, de roeibeweging, core, buikspiertraining, squat. Het kniebuigen en de bank tikken bijvoorbeeld en het balanceren via eenbenige bewegingen, het trapje, het stepje betreden bijvoorbeeld. En uiteraard lopen, fietsen, zwemmen van de ene bank naar de andere. Het zwemmen is moeilijk tenzij dat je water in de buurt hebt uiteraard, maar vooral het stappen, het wandelen, het lopen, het joggen richting van de ene bank naar de andere, om uiteindelijk als het ware de 5 fundamentele bewegingen van de ene bank op de andere te verdelen, zeg maar. Op één bank doe je bijvoorbeeld de pullbeweging. Je hebt via een beweeglint een stap, kan je stappen of lopen of joggen naar wens naar de andere bank om bijvoorbeeld de pullbeweging te doen. Dan weer naar de volgende bank om de corebeweging, core training te doen. En zo kan je eigenlijk zelf via onze app uiteraard ook een uitgebalanceerd schema opmaken.